Dames en heren, hartelijk welkom. Het is 19:30. Een mooi moment om de raadsvergadering te starten, zou ik zo zeggen. Ik zie dat er ook veel publiek is. Dat is goed. Dat is een goed teken. Dan leeft de lokale politiek ook. Hiermee heb ik de opening verricht. Als u zover bent, en dan is mijn vraag of u in kunt stemmen met de agenda die voor ligt. Bent u? Meneer De Jonge. Ik was even nog bezig met installeren, voorzitter. Ja? Maar ik heb, voorzitter, een motie vreemd. En die wou ik graag aan de agenda toe laten voegen. En die gaat over de verwijdering van de eikenprocessierupsen met een P. Oké. Okay. Dan stel ik voor om de motie als agendapunt 9a toe te voegen aan de agenda. Een motie processierups is nog niet ingediend, maar dat horen we dan dadelijk bij agendapunt 9a wel. Wat was de vraag, voorzitter? Die? Ik heb hem nog niet gezien, maar dat Hij ligt al een dag of vijf bij de Griffie, maar als u wilt wil ik hem van tevoren wel met u delen. Hoor. Nee, ik weet wel dat hij bij de Griffie ligt, want daar heb ik kennis van genomen, maar ik heb nog geen getekende motie gezien, maar dat zien we dadelijk wel. Ja? Oké, daarmee. De agenda aangepast, het vragenhalf uur. Ik heb begrepen dat er vragen zijn. Kijk naar de griffier. Twee vragen, eentje van de fractie van de VOV, meneer Middelkamp begrijp ik. En De Jonge. En een vraag van meneer De Jonge. Meneer De Jonge als eerst, zei u, griffier. Nou, dat kan. Maar ik weet niet of de fractie van de VOV daar nou zo'n heel nummer van maakt, wie als eerste komt. Maar... Meneer De Jonge, mag ik u als eerste het woord geven? Nou, voorzitter, er is in de fractie besloten dat Gerrit als eerste gaat, hoor ik net. Ja, voorzitter, de vragen die gaan over diezelfde rupsen. En, want wij hadden eerst schriftelijke vragen ingediend. En gezien de actualiteit en ook de hoeveelheid bomen die wij in Ommen zien met allerlei lintjes en grote clusters met rupsen erom, heeft ons er doen besluiten om vragen te stellen en aan de hand van de vragen te kijken van of de motie die wij voorbereid hebben nog nodig is om die, zoals ik juist aangemeld heb, om die in te dienen of dan wel niet in te dienen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we hem indienen, maar het kan ook wel zijn dat de wethouder zo coulant is en dat hij zegt van ik ga morgen gelijk aan de slag en haal de rupsen van de boom af. Ja, voorzitter, twee dingen, want wij hadden al geconstateerd, zoals ik al zei, dat er heel veel eikenbomen in Ommen met lintjes omringd zijn. Het lijkt wel een groot feest, omdat de bomen vol zitten met de processierupsen. En het tweede wat ons een beetje verraste was dat er een persbericht vanuit het huis kwam waarin stond dat de bestrijding niet meer mogelijk was dan weer niet, dat het niet aan, dat de BOH dat niet aankon om dat te verwijderen. Dus vandaar de vragen, voorzitter. Vraag 1. Wat is er tot nu toe, behalve de plaatsing van de linten, aan de bestrijding van de processierupsen gedaan? Waarom is er niet tijdig gestart met de bestrijding? Voorzitter, en die vraag die hebben wij opgezogen van ambtenaren die zeiden van het is wel heel veel, maar we hebben vanaf maart er weinig aan gedaan, dus ik zou graag willen weten of dat zo is. Vraag 3, voorzitter. Waarom is er voor gekozen om de eikenprocessierups niet te verwijderen, maar alleen de bomen met de nesten te markeren? Vraag 4. Deelt het college de zorg van de fractie, en inmiddels zijn er meerdere fracties die ook die zorg hebben, die hebben ook die motie mede, gaan die mede indienen, dat de eikenprocessierups een gevaar is voor de volksgezondheid? Want die kan immers, zo hebben wij begrepen vanuit Den Haag, of Amsterdam zit het, het instituut, brandwonden, jeuk en irritatie kan voorkomen, die zelfs jaren op de huid kan achterblijven. En dan vraag 5, voorzitter, is het college voornemens om op korte termijn opdracht te geven om de rupsen te verwijderen? En zo nee, waarom niet? Dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer De Jonge. Ik zie dat u uitgaat van het antwoord nee, maar ik geef desalniettemin toch graag het woord aan de wethouder.
En mag ik u uitnodigen om achter het spreekgestoelte plaats te nemen? Wethouder Bongers, dames en heren. Dank u wel, voorzitter. Ik ga gewoon even in dezelfde volgorde als de vragen gesteld zijn, de vragen beantwoorden. Ik heb even een klein vraagje. Ben ik goed verstaanbaar achterin? Dank u wel. Goed, eerste vraag is, wat is er tot nu toe, behalve de plaatsing van linten, aan de bestrijding gedaan? Antwoord, in het voorjaar zijn langs een aantal wegen de eiken preventief bespoten met nematoden. Dat zijn wegen geweest waar vorig jaar een hogere plaagdruk was. Op dit moment worden de resten weggezogen waar veel mensen bij elkaar komen, bijvoorbeeld in het centrum of bij een bushalte. Of op plekken waar de gezondheid acuut een probleem vormt door de eikenprocessierupsen. 2. Waarom is er niet tijdig gestart met de bestrijding? Antwoord. De aannemer heeft de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen gemonitord om tijdig nematoden te spuiten. De plaag manifesteert zich dit jaar vroeger, zeker in een snelle tempo en is in extremere mate dan voorgaande jaren. Het uitzonderlijke weer is hier debet aan. Dit was niet te voorzien. Er is snel opgeschaald door extra inzet van mensen van de buitendienst en van de aannemer die de bestrijding doet. De hoeveelheid is echter zo groot dat deze ondanks de extra inzet niet is bij te houden. En er is daarom een achterstand ontstaan in de bestrijding. 3. Waarom is ervoor gekozen om de eikenprocessierups niet te verwijderen, maar alleen de bomen met rupsennesten te markeren? Antwoord. Er is gekozen om de eikenprocessierupsen preventief te bestrijden op plaatsen waar we vanuit het voorgaande jaar weten dat die daar zit. Mochten zich daarna nog probleemlocaties aandienen die volgens het beleid aangemerkt worden om te verwijderen, dan worden die door de aannemer weggezogen. Er vindt dus zowel preventieve bestrijding plaats als curatieve bestrijding. Het is dus niet zo dat er alleen waarschuwingslinten worden opgehangen. Er is wel prioritering en die willen we graag met u delen. De eerste prioriteit zijn de gebieden met een hoge publieksdruk. Hoge kans op aanraking. Nesten worden hier zo spoedig mogelijk weggehaald. Tweede prioriteit. Gebieden waar minder publiek komt, kans op aanraking geringer is. In principe wordt hier volstaan met het aanbrengen hier van waarschuwingslinten. 3. Gebieden waar risico van aanraking nagenoeg afwezig is, hier worden geen maatregelen getroffen. Deze aanpak is conform de landelijke leidraad beheersing eikenprocessierups en conform het beleid dat door de gemeente Ommen sinds de komst van eikenprocessierups in dit gebied omstreeks 2011 heeft gevolgd. Met ingang van 2017 zijn we hiertoe overgegaan om ook preventieve bestrijding toe te passen. Tot 2016 werd alleen curatief bestreden. In de eerste bestuursrapportage van 2017 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Ik ga over naar vraag 4. Deelt het college de zorg van de fractie van de VOV dat de eikenprocessierups een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn? Brandwonden, jeuk, irritatie? Antwoord. Het college deelt de zorgen voor de volksgezondheid. Wetend dat de eikenprocessierupsen niet meer uit de samenleving verdwijnen, probeert zij een goed evenwicht te vinden tussen de beschikbare middelen en de bestrijding van de eikenprocessierupsen. 5. Vraag 5. Is het college voornemens om op korte termijn opdracht te geven voor de verwijdering van de eikenprocessierupsen? Zo nee, waarom niet? Althans, de vraag. Het antwoord. Overeenkomstig de genoemde prioritering zijn we bezig de eikenprocessierupsen te bestrijden. Dat houdt in het wegzuigen van de nesten, het eerst op de plaatsen waar het risico van de aanraking het grootst is. Vervolgens andere plaatsen waar bestrijding nodig is. En vanwege de beperkte capaciteit, zowel intern als bij de aannemer, het is een landelijk probleem, CQ de enorme hoeveelheid, is de huidige achterstand niet 1, 2, 3 oplosbaar. Maar we verwachten wel dat die in de komende weken weggewerkt kan worden. Wat ons betreft zijn de kosten daarbij niet leidend. Wel verwachten we dat de geraamde bedrag voor de eikenprocessierupsbestrijding dit jaar wordt overschreden. Daarnaast willen we voor het volgende jaar nestkastjesactie gaan organiseren voor bewoners die eikenbomen in de buurt hebben.
Mezen die van deze kastjes gebruik maken, eten veel rupsen op en dragen zo bij aan de vermindering van de plaag. Dat waren de antwoorden, voorzitter. Dank u wel, wethouder Bongers. Een duidelijke en uitvoerige beantwoording. Kom ik dan nu aan de... Dat is een gevolgvraag. Roept dat nog... Ik word af en toe geïnstrueerd door de griffier, zal u niet ontgaan zijn. De wethouder heeft aangegeven dat er al opdracht is gegeven, dat er al maatregelen worden getroffen en dat dit jaar de situatie aanzienlijk belastender is met de processierups dan de voorgaande jaren. Wie van u heeft aanvullende vragen? Meneer de Jonge, wie nog meer? Mevrouw Bakelaar, meneer Mors? Oké, meneer de Jonge, mevrouw Bakelaar, meneer Mors. Meneer de Jonge, u heeft het woord. Ja, voorzitter, allereerst dank voor de beantwoording. Maar er komt bij mij nog wel een vraag op, voorzitter. Want als de wethouder geeft aan dat er preventief behandeld is en dat er op plekken waar hoge risico's zijn, en daar hoorde ik hem ze volgens mij zeggen in het centrum en bijvoorbeeld bij bushaltes, dat daar al spul opgezogen is. Er komt bij mij de vraag op, voorzitter, want als ik de laatste weken door me fietsen, zie ik op de stationsweg, Haven Oost, hier om het hoekje Severloroosstraat, Beersenweg en nog een aantal andere plekken in de kleine kernen. Daar is het begonnen met één lintje en één nest. En dan zag je dagelijks dat er meerdere lintjes en meerdere nesten kwamen. Ik heb daar niet geconstateerd dat daar wat weggezogen is. Merkt de wethouder die plekken, de stationsweg, waar een fietspad en een wandelpad naast loopt, Severloroosstraat, hier voor de deur, waar een parkje is, Haven Oost, waar een winkel gevestigd is en waar veel scholieren langs lopen. Merkt de wethouder dat aan als een plek die geen risico met zich meebrengt? Dank u wel, meneer de Jonge. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Heb ik het goed begrepen dat de wethouder dus aangeeft... het is een landelijk probleem, het is dus een groter probleem... waarschijnlijk door warmte, kan ik me zo indenken... Maar dat de gemeente Ommen wel alle maatregelen treft om te zorgen dat de achterstand die er is wordt bijgewerkt. En u geeft ook aan van nou, als er extra kosten zijn, dan komt dat vanzelf naar ons toe. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat het totale probleem wordt opgelost. Dat heb ik u horen zeggen. Klopt dat? Excuus, we maken even de ronde met vragen af. Meneer Mors. Dank u, voorzitter. Voor wat betreft de prioritering hebben wij ook nog een vraag aan de portefeuillehouder. Want we hebben sinds kort binnen de gemeente gelukkig een aantal bakken staan voor hondenpoep. Dat zijn dus ook plekken waar honden worden uitgelaten. En dat lijkt me nou juist ook zo'n plek waar een groot risico is dat de mensen in aanraking komen met die eikenprocessierups. Ik heb geconstateerd dat daar dus ook in de buurt van die afvalbakken en dus waar honden worden uitgelaten, dat daar ook rode linten in zitten. En dan heb ik nog een tweede vraag, als het mag, meneer de voorzitter. Wanneer denkt de portefeuillehouder dat het probleem in Ommen voor ons is opgelost en voor ons en voor onze toeristen? Dank u zeer. Meneer Ruiter, u toch een vraag. U had zich niet gemeld. Ja? Voor deze keer. Ja? Dank u wel, want het roept inderdaad bij mij wel een vraag op. Ik begrijp dat geld niet zozeer het leidende is. Sterker nog, zo werd het ook gesteld. Ik kan me voorstellen dat er een capaciteitsprobleem is. Te meer dat ik ook wel opvang dat de aannemers nu al de handen vol hebben aan de bestrijding van eikenprocessierups. Dan zal geld niet het probleem zijn, maar dan ontbreekt er gewoon aan mankracht. En is portefeuillehouder zich daarvan bewust in het licht van de uitspraak dat het wel tijdig opgelost zal kunnen worden. Dank u wel. Wethouder Bongers, geef ik u het woord. Dank u wel, voorzitter. Met uw permissie loop ik de volgorde en in de laatste spreker als eerste. Zoals we het nu inschatten, geeft terecht aan dat er een landelijk probleem is. Dat er een landelijk tekort is aan mankracht, gespecialiseerde mankracht, om dit te bestrijden. Maar desondanks zijn wij van mening dat zoals we nu de situatie kunnen overzien, dat over een aantal weken het achterstand ingelopen zou moeten zijn. Het blijft natuurlijk een fenomeen wat niet helemaal vooraf te controleren is. Het is vooral reageren op dit moment. De vraag of de opmerking van de heer Mors of het een hondenveld is of een andere plek, de prioritering is al volg. Als het een risicovorm waar veel mensen samenkomen, en of dat nou is bij een hondenuitlaatcentrum of een andere plek, het criterium is dat de mensen
die lopen het gevaar en daar treden we het als, dat heeft de hoogste prioriteit en daar treden we als eerste op. Je had twee vragen of één? Dat waren de vragen? Oké. Dan de heer De Jonge. Ja, ook, daar geldt eigenlijk ook hetzelfde voor. Daar waar de nieuwe situaties ontstaan, zullen we op dezelfde manier de prioritering aangeven. En zullen we op diezelfde manier ook de bestrijding toepassen. En dat kan inderdaad ook HVO zijn of een fietspad waar veel scholieren langskomen. Maar het is een dynamisch geheel. Het is niet zo dat je wat je vandaag doet, dat het gelijk morgen allemaal af is. Helaas. En mevrouw Bakelaar heeft het denk ik goed verwoord. Het is een landelijk probleem. We volgen ook de landelijke richtlijnen. Geld is niet het probleem. Het is de mankracht. Dus we zetten al echt op mankracht in. Natuurlijk heeft het ook wel financiële gevolgen. Maar ik denk dat dat te overzien is. En dat is ook niet de hoofdbeperking. Dat waren mijn antwoorden, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Dan kom ik bij de tweede vraag van de VOV. En dan mag ik de andere meneer Gerrit Middelkamp uitnodigen om achter het katheder plaats te nemen. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze vragen gaan over het Kindplein West. En voordat we de vragen stellen, willen we graag even in het kort, weliswaar, een klein stukje van de historie even weer actualiseren, zodat we weten waarom deze vragen worden gesteld. Voorzitter, in 2016 hebben we het besluit genomen met z'n allen in deze raad om het Kindplein West te gaan realiseren. Vervolgens hebben we gezegd dat we in 2017 en 2018 jaarlijks 100.000 euro gaan gebruiken als voorbereiding. Met de bedoeling om in 2019 klaar te zijn om het zomaar te zeggen dat de schop in de grond kan, zal ik maar zeggen. Aspecten als de exacte locatie, ruimtelijke inpassing, verkeersveiligheid zijn bij die voorbereiding belangrijke onderwerpen. In het kader van burgerparticipatie is afgesproken dat de aan- en omwonenden tijdig zouden worden geïnformeerd en zouden worden meegenomen in het proces. En juist daar zijn we getriggerd om onze vragen te gaan stellen, want de groep aan-omwonenden heeft ons benaderd met een aantal vragen die in de richting gaan van wij lezen slechts uit de krant dat er een kindplein komt en hoe dat verder moet. Maar eigenlijk hebben we geen enkel idee en moeten we maar gissen wat de status is, wanneer er gebouwd gaat worden, waar er gebouwd gaat worden, welke verkeersmaatregelen er getroffen worden, etc. En juist die burgerparticipatie, voorzitter, vinden we in toenemende mate belangrijker en belangrijker worden. Vandaar onze vragen, voorzitter. En de eerste luidt, wat is de actuele status van de voorbereidingen voor de realisatie van Kindplein West? Ten tweede, is de planning van realisatie in 2019 nog steeds actueel? Wanneer en op welke wijze worden de omwonenden betrokken bij de voorbereidingen en realisatie? En ten leste, voorzitter, verwacht het college dat er sprake zal zijn van planschade voor omwonenden? En als dat het geval is, hoe gaat het college hier richting omwonenden mee om? En dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Middelkamp. Geef ik graag wethouder Scheele het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de eerste vraag is, en de belangrijkste vraag is natuurlijk, van goh, liggen we een beetje op koers? En het antwoord is ja. De realisatie is nog steeds beoogd in 2019. Maar ja, het is wel een complex proces. En wat we doen is met in eerste instantie de schoolbesturen kijken wat er echt daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Dat is natuurlijk bepalend voor zeg maar datgene wat er komt. Dat noemen we het programma van eisen. Dus als die scholen met elkaar eruit zijn van god, dit willen we met elkaar, dan weten we wat voor soort school daar komt. En natuurlijk ook vervolgens kun je bepalen wat voor plek er komt. En ja, dan is er uiteraard aan de orde bewonersparticipatie. Dat hebben we beloofd en dat gaan we ook gewoon doen. Dit najaar gaan we dat doen. En dan wordt bepaald niet alleen natuurlijk van in de buurt van welke plek zeg maar, er echt aan de orde is. Maar natuurlijk ook al datgene, en u noemde de onderwerpen al terecht, die daarmee samenhangen zoals de verkeersontwikkeling en wat iets meer zijn. Wij denken overigens dat dat in een goed gesprek kan. En we verwachten op dat punt ook geen planschade. Je weet het nooit. Maar we verwachten dat niet. Waarom niet? Omdat we denken de school te realiseren, het kindplein te realiseren, op de plek waar nu twee scholen staan. En bovendien denken wij dat op het moment dat we inderdaad proactief met de buurt daar goed over praten, dat je ook die planschade kunt voorkomen. Dat is de inzet. Dus nogmaals, we liggen op koers. We weten natuurlijk dat we het niet helemaal zeker weten, omdat je allerlei planprocedures hebt. Dat kun je dus niet heel 100% met zekerheid zeggen. Maar op dit moment kan ik zeggen, met de kennis die we nu hebben, we liggen op koers.
Dank u wel, wethouder Schelen. Wie van u wenst daar nog over het woord? Mevrouw Bakelaar. Nou, even een hele nieuwsgierigheidsvraag. Want u gaf aan, of althans de wethouder gaf aan, dat de scholen nog bezig zijn met een ontwerp en dat ze nog aan het kijken zijn wat ze precies willen. Komt daar nog een bepaalde informatie richting de raad, gewoon om ons te informeren daarover hoe het eruit ziet? Niet zozeer dat wij daar dan iets van willen vinden, maar puur voor het meenemen van ons? Oké, dank u wel. Dat is de enige vraag die gesteld is. Wethouder Schelen, mag u vanzelfsprekend vanaf deze plek doen. Ja, nou graag nemen we de raad mee natuurlijk op het moment dat we dat akkoord bereiken. En misschien is het leuk op het moment dat er ook iets van eerste schetsen zijn om u daarin mee te nemen. Dus dat zal dan ergens begin dit najaar zijn. En dat is ook een mooi moment om het te combineren, juist ook met de bewonersparticipatie waar de heer Middelkamp om vroeg. En dan gaan we even kijken hoe we dat goed kunnen uitlijnen. Dank u wel, wethouder Schelen. Dan kom ik bij agenda punt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 en 31 mei, jongstleden. U bent daarmee akkoord, dank u wel. Ingekomen stukken en de voorstellen naar aanleiding van de behandeling van de ingekomen stukken. Ook daarbij geen opmerkingen. Dan kom ik bij de mededeling vanuit het college van BMW. Ik kijk naar het college, althans deel aan mijn rechterflank. Nee? Geen van de wethouders heeft mededelingen, dank u wel. Ik heb u twee mededelingen te doen. Eén overigens ook namens de wethouders. Komende maandag tot en met woensdag heeft het jaarlijkse VNG-congres plaats. En het college zal zich daar ook vervoegen om met onze collega's uit andere gemeenten kennis te maken. Voor een aantal van ons is dat natuurlijk een nieuwe situatie. En ook ons te laten voeden met ideeën en initiatieven uit andere gemeenten. Het leek ons goed om u dat te melden. Dat is overigens een jaarlijkse activiteit die het college onderneemt. En de tweede mededeling die heeft betrekking op de Hanze-dagen, de jaarlijkse Hanze-dagen die op dit moment in Rostock plaatsvinden. Die zijn vandaag gestart, lopen door tot en met komende zondag. En ik kan u melden dat ik daar zelf morgen en zaterdag met mevrouw Lindhout, een van onze medewerkers op terrein van recreatie en toerisme, heen zal gaan. En we hebben afgesproken dat wij daar vooral eens gaan kijken hoe wij het begrip Hanzestad en de notie van de Hanzestad, of wij daar ons voordeel mee zouden kunnen doen, explicieter dan we op dit moment doen, om daarmee ook de toegang tot de Duitse recreatieve markt wat makkelijker te maken. En we zullen u vanzelfsprekend daar te zijner tijd nader over informeren. Dat, en ik kan niet nalaten te melden dat daar ook een ontmoeting is voorzien met de jeugd Hanze, die ook vergadert in Rostock. En er zijn ook een aantal vertegenwoordigers uit Ommen aanwezig. En ik verheug me al op om hen daar te spreken. Dat als mededelingen vanuit het college. Dan kom ik bij de hamerstukken. Agenda punt 6, bekrachtiging van de geheimhouding informatiegemeenschappelijke regeling BOH, vastgesteld. Agenda punt 7, ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een zonnepark, hoek Koeverdeweg, Driehoekweg te Stegeren, nabij de Bootsman, vastgesteld. Ik kom bij de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een zonnepark op vakantiepark De Lindenberg, vastgesteld. En dan kom ik, en dan moet ik nu afremmen, dan kom ik nu bij de bespreekstukken. En ik kom bij agenda punt 9, de eerste bestuursrapportage 2018 van de gemeente Ommen. Wie van u mag ik daarover het woord geven? Meneer De Ruiter, meneer Mors, meneer Moerman, meneer Van den Mooren, meneer Remmers, mevrouw Bakelaar en meneer Middelkamp. Ja, in die volgorde. En mag ik dan beginnen bij meneer De Ruiter? Dank u wel, voorzitter. Dit wordt geen lang verhaal. Wij kunnen als VVD-fractie ons vinden in het raadsvoorstel. We hebben technische vragen gesteld, die hebben we keurig beantwoord gekregen. We hebben nog gewone vragen gesteld, die hebben we beantwoord gekregen. We hebben zelfs nog een taaltechnische vraag gesteld als VVD-fractie, maar daar zal ik het niet meer over hebben van voor. Echter, er is nog wel één vraag een beetje blijven liggen. Althans, portefeuillehouder heeft toegezegd daar een antwoord op te geven, betreft de leerlingenvervoer. En dan ging het ons om de vraag of het de duurzaamheids van het wagenpark, als dat behaald werd en als dat niet behaald werd, of daar enige boeteclausule of iets dergelijks
bij betrokken is. En die vraag zagen we dan graag beantwoord. Tot zover onze eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Ruiter. Meneer Mors, mag ik u het woord geven? Dank u, meneer de voorzitter. In de eerste alinea van de eerste bestuursrapportage staat dat er geen voorstellen voor nieuw beleid worden gedaan. Dat zou inhouden dat het slechts een rapportage is en dus een hamerstuk. Bij de commissievergadering 2 weken geleden hebben wij ook aangegeven dat wij dit graag als een bespreekstuk wilden agenderen, omdat er hier en daar wel richting wordt gegeven aan nieuw beleid. En dat nieuw beleid willen we graag ook over meepraten. Bijvoorbeeld duurzaam ommen. Onderhoud gemeentelijk vastgoed. We nemen voor het gemak maar even de twee alinea's die daarover gaan maar even samen. Uit het stuk lezen wij dat met name wordt gekeken naar de veiligheid, gezondheid en regelgeving. Heel terughoudend dus. Maar als we kijken naar de duurzaamheid zou het misschien ook beter en verstandiger zijn om ook te kijken naar de langere termijn. Waar wij denken dat je met een heel klein beetje extra inspanning een heel groot resultaat kan realiseren op het gebied van duurzaamheid en dus ook een vergroting van de toegevoegde waarde. Wij vragen dus het college daar waar mogelijk ook deze aspecten in de toekomstige plannen mee te nemen. Op duurzaamheid, nog wat verder staat er in het document, dit jaar moet er een nieuw duurzaamheidsprogramma 2019-2022 worden opgesteld. De energietransitie en van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is het maatschappelijk draagvlak is daarvoor cruciaal. Dit lijkt dus een uitgelezen kans om te kijken naar de nieuwe manier van vergaderen en werken in de Raad. Dus eerst met de Raad een informerende, opinierende vergadering te plannen, waarbij de ideeën worden uitgewisseld en waarbij de kaders worden vastgesteld, zodat daarna pas de externe adviseur aan de slag kan. En daarmee lopen we natuurlijk een stuk minder kans dat we een stuk voorgeschoteld krijgen in een commissievergadering waarin staat dat we op hout moeten gaan stoken, want dat zou volgens een externe deskundige ook duurzaam zijn. Vraag aan het college, dus kunnen wij ervan uitgaan dat het college ons vroegtijdig betrekt bij de uitgangspunten van het nieuwe duurzaamheidsprogramma. Jeugdig ommen, jeugdzorg regionaal. Meneer de voorzitter, in lijn met het voorgaande zien wij dat de beleidskaders naar het regionaal service team jeugd zijn gewijzigd. De resultaten zijn ons onbekend. En onze rest dus niets anders dan afwachten. Het zou mooi zijn geweest als we aan het begin wat meer betrokken zouden zijn geweest. Namelijk op die momenten dat er nog wat te kiezen valt en een visie wordt ontwikkeld. Het is natuurlijk heel erg lastig als je te maken hebt met een gemeenschappelijke regeling. Want daar worden de besluiten genomen niet in een raad, maar door het DB of het AB. Waar in het algemeen onze bestuurders in vertegenwoordigd zijn. Wij zouden het als D66 dus ook op prijs stellen als we als raad voorafgaand aan de besluitvormende vergaderingen van de gemeenschappelijke regeling met het college van gedachten kunnen wisselen over wat voor ommen belangrijk is. In Europa is het ook zo dat heer Rutte het standpunt van Nederland moet inbrengen en dat hij daarbij vooraf overleg heeft gehad met de Tweede Kamer. Het is mij overigens bekend dat een aantal D66-fracties in IJsseland, eigenlijk allemaal, van plan zijn hiervoor bij de desbetreffende gemeentes een motie in te dienen, zodat we in ieder geval vooraf inzage krijgen in de agenda's. En niet alleen een uitnodiging voor de vergadering zelf. Leerlingenvervoer, het is door de heer De Ruiter al genoemd. Het is niet zozeer een vraag aan het college, maar meer een constatering, een opmerking. Want wij hebben de portefeuillehouder horen zeggen dat Ommen en de regio de meest groene regio zal zijn op het gebied van duurzaam doelgroepenvervoer. En wel per 2023. Daar betalen wij nu voor. In de hoop dat we daar straks ook iets aan hebben. Maar dat is wel de vraag. Want de overeenkomst loopt namelijk tot 2021. Leefbaar Ommen, er worden een drietal regelingen genoemd die direct of indirect te maken hebben met de binnenstad, waarover over de duim een 250.000 aan wordt uitgegeven. Ook daarin zouden we graag vooraf meegenomen willen worden.
Dit is toch, dacht ik, wel iets wat te maken heeft met beleid en niet alleen maar een technische wijziging. WMO doelgroepenvervoer, een hele cryptische omschrijving. Hiervoor zal separaat een raadsvoorstel worden opgesteld. Dat wachten wij natuurlijk af en zullen dan met inhoudelijke vragen reageren. Overigens geldt hierbij dezelfde kanttekening die wij ook al hebben gemaakt bij het leerlingenvervoer. Samen doen. We hebben uit de beantwoording van de vragen begrepen wat er gebeurd is. Nou, logisch. Namelijk, onze samenwerkingspartners hebben niet geleverd wat ze hebben beloofd. In 2018 zal nog besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van de samendoenteams. Ook daar willen we graag natuurlijk nog even in meegenomen worden. En wellicht is te overwegen om op dit gebied geen subsidierelaties aan te gaan met de samenwerkingspartners. Maar omdat die namelijk niet afdwingbaar zijn, maar een overeenkomst onder bezwarende titel vast te stellen waarbij de continuïteit beter is gewaarborgd. Tot zover in de eerste termijn. Dank u zeer. Meneer Mors, dank u wel. Mag ik dan het woord geven aan meneer Moerman? Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, over duurzaamheid heeft D66 al het nodige gezegd, inderdaad. Laat ik daar iets even wat bij de kop pakken waar eigenlijk nooit over gaat. Fietspad, dunne wind. Daar hebben we het toch daar hebben we het niet zo vaak over, dus dat... Daar kun je het nou wel even over hebben. Ik heb het even teruggekeken. Je kunt naar de geschiedenis terugkijken. En dan die iPad die bleef dan zo'n half uur zo doorrollen. Vanaf 2013 ongeveer daarom trend. Even voor de duidelijkheid. Mensen die het misschien niet weten. Maar ik neem aan dat iedereen wel weet. We zijn niet tegen het fietspad. We zijn wel tegen het huidige tracé. En we waren ook voorstander van het alternatief. Wat samen met Staatsbosbeheer en Natuur- en Milieuveegstreek een veel beter alternatief zou zijn geweest en ook veel goedkoper. Want er wordt nou weer een aanvullend krediet gevraagd van €97.000. En als je dan vanaf 2013 alle moties die destijds in beginnen door de heer Van der Moor en de heer Bongers zijn ingediend in 2013 voor dat fietspad. En later nog verschillende aanvullende moties. En nou ja, goed, op een bepaald moment zie je door de fietsen, nou, zie je door de bomen het bos niet meer, zou ik maar zeggen. Dus duidelijk zijn, wij waren hier dus geen voorstander van, dus wij vinden ook dit krediet, als je nou eens uitrekent wat het gaat kosten in totaliteit, dan zie ik sommigen al denken, nou, dat wil ik niet weten. Ik eigenlijk ook niet, maar dat komt ongeveer neer op €250. Per meter, ja, precies. Voorzitter, dit was de eerste termijn, dank u wel. Dank u wel, meneer Moerman. Meneer Van den Boren, mag ik u het woord geven? Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil het hebben over een onderwerp waarover we het eigenlijk nog nooit hebben gehad. Nee, sorry, dat is de verkeerde bijdrage. Over het karakter van de eerste bestuursbijdrage 2018, meneer de voorzitter. Daar heeft onze fractie in de commissievergadering al wel het nodige gezegd. Wij hadden wel wat kritische opmerkingen bij dat karakter. De rapportage die houdt, naar ons idee hebben we toen gezegd, het midden tussen verslag, tussen meningen en voorstellen tot besluit. Het zij zo. De bedoeling van de rapportage is in ieder geval duidelijk en ook helder. En wij vinden dat nog steeds ook helder verantwoord. En het eindoordeel van de fractie van de ChristenUnie heeft geen last van die wisselende elementen. De afwisselende kenmerken dus van de rapportage. Maar zoals wel vaker, het doel is helder, maar het gevolgde proces is dat niet altijd. En dat brengt ons bij het punt in de rapportage waar we de aandacht voor vragen, en dat is toch wel dat fietspad dunne wind. Het gaat ons niet zozeer om de inhoud, maar we konden en kunnen ons nog steeds niet aan de indruk onttrekken dat emotionele argumenten het gewonnen hebben van lokale natuurbelangen. Het zij zo. De raad heeft besloten, maar het blijft verbazend en zeker niet voor herhaling vatbaar dat, en dan komen de punten waar we de aandacht voor vragen, dat vanaf het begin de plankosten, let wel, ten bedrage van €30.000 niet zijn meegenomen in de oorspronkelijke begroting.
tweede punt, dat er extra kosten zijn als gevolg van nader overleg met de provincie. Dat zijn toch zeer forse punten die in totaal leiden, de heer Moerman gaf het al aan, van 97.000 extra. Dan gaat het ons nog niet eens zozeer, hoe verbazend dan ook, om de hoogte van dat bedrag, als wel om de volgorde van de besluiten die alsnog genomen moeten worden. De aspecten die aan de orde zijn geweest. Het lijkt bijna vooropgezette bedoeling en het is in ieder geval niet zorgvuldig. En de fractie van de ChristenUnie zal er ook zoveel mogelijk vervolgens op toezien dat dit soort processen veel zorgvuldiger verloopt. Zoals aangegeven, de laatste kritische kanttekeningen wat het proces betreft, die vormen voor ons, voor de ChristenUnie-fractie, geen belemmering om in te stemmen met de raadsvoorstellen. En in die zin mag je dat ook opvatten als een stemverklaring. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Moor. En dan kom ik nu bij meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn dan wel in de commissie, dan wel schriftelijk, al heel veel vragen beantwoord. En daarmee zijn gelukkig ook heel veel onduidelijkheden weggenomen. Dank daarvoor. De LPO blijft het echter spijtig vinden dat de incidentele verschillen de structurele ver overtreffen. En het lijkt erop dat we als raad daar minder invloed op uit kunnen oefenen. De structurele worden hier meestal wel besproken, de incidentele veel minder. En de vraag blijft, van kunnen we daar niet op een of andere manier toch meer grip op krijgen? Zodat we niet in spannende afwachting blijven van de uiteindelijke resultaten. Tweede puntje is het leerlingenvervoer. En daar is al het een en ander over gezegd, dus ik zal het kort houden. Het feit dat het geen lokale vervoerder is geworden blijft spijtig. Maar onder het motto van duurzaamheid zou dat te accepteren zijn. Het is dan inderdaad wel jammer, en collega's gaven dat al aan, dat die duurzaamheid pas na de looptijd van het contract wordt gerealiseerd. Al met al kan de LPO wel instemmen met deze bestuursrapportage, inclusief het nog niet besproken fietspad Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Ik kom bij mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga het niet doen. Nee, ik ga het er ook niet over hebben. Ik ga het ook niet noemen dat ik het er niet over ga hebben. Ja, voorzitter, we hebben aardig wat vragen gesteld, maar het kwam er in hoofdlijn op neer van, wij zouden toch als CDA willen vragen aan het college pas op voor richting geven in de bestuursrapportage. Dus laat het niet een soort van vooruitlopend op de kaderbrief stuk worden. Want ik denk dat het goed is om samen als raad ook eens te kijken naar hoe gaan we ook alle begrotingsdocumenten maken, maar laten we dan ook de bestuursrapportage meenemen. Want het is best wel, de ene keer is het een enorme lap tekst, zoals het nu was, hè, waar we heel veel tijd aan hebben besteed, ook omdat je continu bezig bent met de inhoud ook. Dat is ook goed, dus het gaf heel veel informatie. Tegelijkertijd, soms is die ook heel beperkt. En dan ben je er zo klaar mee, dan denk je, ja, maar waar gaat het nu eigenlijk over? Wat is nou de stand van zaken? Dus ik denk dat dat wel, dat het goed is om eens te kijken van wat willen we nou eigenlijk met zo'n rapportage en hoe zorgen we dat die dan ook zo efficiënt mogelijk plaats gaat vinden. Er is een hele discussie, dames en heren, thuis over het bordje van meneer De Ruiter. Dus ik zal maar even toelichting geven, want anders dan denken die mensen ook wat gebeurt er nu. Er is een wisseling van partij. Slechts klein detail. Ook een mooie partij, hè? Want uiteindelijk zitten we allemaal in de gemeenteraad, dus dat van Ommen. Dus dat is samen. Sorry, voorzitter, ik werd even afgeleid. Nee, ik, door uw opmerking word ik nu inmiddels ook afgeleid. Ja. En ik zie nu pas wat er aan de hand is. Er is inderdaad een raadslid met twee partijnamen op zijn bordje. Ja. Dat is toch wel een enorme politieke vernieuwing, denk ik. En een democratische vernieuwing die dat mogelijk maakt. Voorzitter, interruptie, wij staan open voor alle partijen. Dus, Oké. Nou, en die openheid die gaat ons denk ik ook enorm helpen deze raadsperiode. Dus ik geef mevrouw Bakelaar graag weer het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, mevrouw Lagas zei het al, hè. Samen is het nieuwe crossover, dus ik zou zeggen bingo, hier hebben we hem. Even kijken. Ja, we willen toch een paar inhoudelijke thema's even pakken, want ik denk dat het belangrijk is omdat die niet terugkomen ook in de kaderbrief, die we ook volgende week gaan bespreken. En toch wel belangrijk zijn om te kijken, misschien ook met elkaar te delen, hoe willen we die dan aanvliegen en op welk moment. Een aantal collega's hebben wel wat suggesties gedaan. Vanuit de nieuwe werkwijze om die bij de kop te pakken. Je kan ook denken aan de OMA-agenda, maar ook er zitten wat vragen achter
de vragen in de rapportage. En ik heb, het CDA heeft daar in de commissie heb ik daar wel een aantal vragen over gesteld. Even kort langslopend. De huurinkomsten gemeentelijk vastgoed. Eigenlijk gaat het helemaal niet om die huurinkomsten, maar gaat het over wat willen wij feitelijk met de huurinkomsten van gemeentelijk vastgoed en hoe kijken wij naar de carousel? En wat betekent dat dan voor de toekomst? En het CDA is dan ook van mening, ja, als je het hebt over echt een maatschappelijk ontmoetingscentrum en je wilt hem ook op die manier vormgeven, dan moet je er ook goed met elkaar over hebben van wat je dan bijdraagt als gemeente, wat je vraagt van je partners, maar ook wat je niet vraagt. En wat doe je bijvoorbeeld met verenigingen? Nou, kortom, daar zouden wij dan eens wat nadrukkelijker met elkaar over willen spreken. En de vraag is aan het college, van, ja, hoe kijkt het college dan naar het vormgeven van zo'n discussie? Hoe kunnen we dat dan goed doen? Nou, jeugdzorg toch even goed om te melden dat wij blij zijn met de toezeggingen, maar we checken nog even of dat u die gedaan heeft in de commissie. Namelijk dat zodra de cijfers er zijn rondom de jeugdzorg, informeert u de raad hierover. Hè, en bij voorkeur via informatiebijeenkomst of klankbordgroep. En dat het onderdeel jeugdzorg ook een integraal onderdeel wordt van de evaluatie van het samen doen teams. Misschien goed dat de wethouder nog even inderdaad aangeeft of dat ik het dan goed begrepen heb. Ja, de innovatiefonds jeugd, dat was me toch een ding, hè? Zoeken naar dat beleidsstuk in december 2017, tjongejonge, en dan vervolgens lezen en denk je, ja, inderdaad, daar hebben we het over gehad. Maar hoe kan het dan dat dit zo verrassend is als we het weer lezen? En gelukkig was ik niet de enige, een aantal collega's ook. Want ik dacht, nou, hè, daar heb ik iets zwaarlijk gemist. Dus dat vraagt ook nog wel even een reactie, wat mij betreft, van het college. Hoe doen we dat dan goed als we echt een groot programma hebben met elkaar? Dan heb ik het over groter dan alleen een project KIK. Maar bijvoorbeeld ook programma Duurzaamheid of zoals de jeugd. Hoe monitoren we dan het beleid? Of als het gaat om armoedebeleid, hebben we ook mooie stukken van op papier gezet. Maar hoe, nou, misschien ook iets om op een ander moment over te hebben. Het LAAR, maar om maar als CDA dan even richting te geven, dat zien wij dan wel als een hele natuurlijk moment om dat dus ook mee te nemen in een ommeagenda. Maar dat geldt trouwens wat ons betreft ook voor het thema duurzaamheid. Daar hebben een aantal andere collega's ook al wat over aangegeven. Om daar dus ook een nieuwe start te maken en te kijken, hey, hoe kunnen we dat aanvliegen met elkaar, die thema's. Kom ik toch weer even terug op het samen doen. Want we zijn wel heel erg benieuwd naar die evaluatie. Of is het nou een toekomstdocument? Daar zou ik dan toch ook iets meer over willen horen. Want wat is het nu? Hè? Want een evaluatie, daarin kun je dus nog, daar kunnen we iets van vinden. Maar wat betekent dat dan feitelijk voor de toekomst van het samen doen? En wat is dan de rol van de raad? Daar ben ik dan even benieuwd naar in die zin, als het direct na de zomer zo'n dergelijk document bij ons komt te liggen. Misschien kan het portefeuillehouder daar iets meer over zeggen. En wellicht ook in koppeling daaraan van hoe, kunt u ook iets meer vertellen over het proces, hoe we dat dan doen. Van hoe tevreden zijn inwoners met samen doen, team, hoe tevreden ketenpartners. Nou ja, wij hebben al een paar reacties gegeven van, goh, wat jammer, want je hebt vanuit je beleid een ontzettend mooie teams opgezet, één dan voor om. Maar de werkwijze is prachtig, maar werkt die dan nog? En nou ja, hoe kijken we daar dan met elkaar naar? Maar dus ook inwoners, cliënten, de ketenpartners, maar wij ook als raad. Dus hoe wordt die betrokkenheid rondom die evaluatie dan vormgegeven? Dan pak ik niet een fietspad, maar dan pak ik gewoon de Hessel-Mulletbrug. We hebben al gezegd, nou, die investeringen die er nu in staan in de bestuursrapportage, daar gaan we denk ik niet mee redden. Want dat zijn een paar klinkertjes. Maar we horen heel graag van het college hoe het proces, zeg maar, nu eruit gaat zien. Dus nog niet wat dan en hoe dan, maar wel het proces. Help. Wellicht kunt u ons even helpen van hoe hadden we dat ook alweer vormgegeven in de verkeersvisie, of hoe gaan we dit dan nu verder vormgeven. Ja, en toch, we zijn heel blij nogmaals met een andere toezegging die we ook gehoord hebben. College, blijf je bij de les. Nee, maar ik denk, het is wel nodig dat u me even hoort, want anders dan de toezegging die in ieder geval wethouder Schelen volgens mij gedaan heeft.
naar aanleiding van onze vraag als CDA, van oh, kijk alsjeblieft nu uit, ook in het kader van de zorgvuldigheid die beide gemeentes betrachten, ook met de ontvlechting, dat als we nu allerlei projecten hebben en we zeggen van de 2019 gelden, 2020 gelden, ik heb in ieder geval geen zicht meer op. Dat hoeft ook gelukkig niet als raad, maar ik hoop wel dat u dat zicht wel heeft en ik heb u horen zeggen dat als er geoormerkte gelden zijn voor de gemeente Ommen die te maken hebben met projecten of thema's, dat die dan automatisch weer terugvloeien. He, of dat we daar, want we hebben een aantal keren gewoon akkoord gegeven. En dat gaan we ook nu doen met het akkoord geven op deze bestuursrapportage. Nou, en dat is wel even goed om misschien toch nog even hier te melden. Dat we met klem vragen om voorzichtig daarin te zijn, zodat het overzicht voor beide gemeentes, maar zeker dus hier voor Ommen, wel behouden blijft. Nou, dat was mijn bijdrage. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Meneer Middelkamp, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Het vervelende is nu dat al onze onderwerpen links of rechtsom al een keer zijn aangestipt. Dus ik ga proberen het op een wat andere manier te doen. In ieder geval is het idee van onze inbreng dat we een andere insteek kiezen door ons met onze vragen te richten tot de raad. En niet tot het college. Dus daar waar er zojuist wat onderrondjes waren, is het wat mij betreft hier en nu geen enkel probleem. Als u dat zo dadelijk voortzet, als u dat een beetje zachtjes doet, dan zullen wij onze inbreng vanaf nu tot deze raad richten. En dat doen we, voorzitter, door allereerst een korte algemene beschouwing te geven. En dan zien we dat het een mooi, beknopt en makkelijk leesbaar bestuursrapportagedocument is geworden. Maar als we kijken naar wat er in de commissievergadering plaatsvond, dan heeft dat toch naar ons oordeel behoorlijk veel aanleiding tot vragen gegeven. En dat geeft dan uiteindelijk te denken of het echt wel overal even duidelijk was. Wat ook opviel, voorzitter, is dat er in deze rapportage meer dan anders budgetair neutrale onderwerpen zijn behandeld. Dus enerzijds was er een voor dan wel een nadeel en dat werd eigenlijk direct teniet gedaan door het tegenovergestelde aan de andere kant. Daar hebben we al een paar voorbeelden zojuist van gehoord. Maar helaas is dat niet in alle gevallen aan de orde, want we schieten er ongeveer na deze eerste bestuursrapportage zo'n 750.000 bij in als we incidenteel en structureel met elkaar in verband brengen. En dat is natuurlijk weer een dikke tegenvaller. Er is al aangegeven dat er nogal wat nieuw beleid in deze bestuursrapportage is geschreven, terwijl dat niet de bedoeling is. Het gaat om bijstellingen in het lopende jaar van de begroting. En dat, daar hadden we ook een aantal vragen over. En we vonden het een beetje gemakkelijk van de portefeuillehouder als het gaat bijvoorbeeld om het thema duurzaamheid, wat meneer Morsel inbracht onder andere. Dat je zegt van ja, we hebben een programma en dat programma dat hoeft alleen maar even een beetje vernieuwd te worden. Maar als je kijkt naar wat er feitelijk gaat gebeuren, dan is dat niet alleen maar 2018 naar 2022 veranderen en we hebben weer een nieuw programma. Nee, we gaan een heel nieuw programma opstellen. Dus eigenlijk zou je best wel kunnen zeggen dat we hier van doen hebben met nieuw beleid. Dat als algemene opmerkingen, voorzitter, vooraf. En dan hebben we nu een aantal thema's die al benoemd zijn en ik zal kijken hoe ik dat kan aanvullen, dan wel op een andere manier kan brengen. De eerste gaat in ieder geval over het innovatiefonds jeugd. En zoals we allemaal weten is CQ, wordt dat een zorgenkindje voor de toekomst. We hebben ons wellicht op het verkeerde been laten zetten door in de rapportage te zien dat er enerzijds een bedrag is gebruikt voor het project waar mevrouw Bakelaar al aan refereerde, maar dat dat toch budgetair neutraal gaat plaatsvinden. En het op het verkeerde been zetten heeft verband met het feit dat je dan denkt, hé, we geven enerzijds een bedrag uit en je krijgt door preventieve acties anderzijds dat bedrag blijkbaar, en die preventieve acties die houden dan in dat we minder langdurige en kostbare zorg hoeven te verlenen, en dat we dat vervolgens weer in gelijke munt terugbetaald krijgen. De kost gaat een beetje voor de baat uit. Los van dat we daarbij een beetje op het verkeerde been hebben gestaan, hebben we ons wel afgevraagd van, willen we als raad, en daar komt zo dadelijk een vraag aan u allen, willen we als raad eigenlijk niet wat beter weten en wat beter grip hebben op de effecten van als we kiezen om budget vrij te maken voor preventie? En verstaat u ons goed, preventie is zeker wat dit onderwerp betreft, ook wat de VOV-fractie betreft, heel erg belangrijk.
Dus eigenlijk is de vraag aan u of u ervoor voelt om rondom dit thema en voor de toekomst in vergelijkbare situaties een soort van effectenrapportage met elkaar af te spreken. Zodat we daar ook met elkaar als budgethouder op kunnen sturen. Misschien helpt het wel om nog veel meer aan preventie te doen, als we daar maar kostbare en langdurige zorg voor de jeugd mee zouden kunnen vermijden. Mevrouw Bakelaar, bij interruptie. Ja, dank u wel. Ja, om te voorkomen dat ik straks anders die vraag ga stellen, dan wordt het helemaal weer een hele tour. Bedoelt u een maatschappelijke effectrapportage? Dus dat je ook echt zegt van nou, deze maatschappelijke outcome, deze effecten willen we zien in Omme. En bedoelt u dat of bedoelt u iets anders? Nou, tweeërlei. Het gaat allereerst om de maatschappelijke effecten natuurlijk. Hè, van wat je kan voorkomen aan ellende als het gaat om jeugdigen die in zorg komen. En dan met name als dat hele heftige, langdurige, zware zorg is. Maar ook in financiële zin. Hè, stel je voor als je 10 aan preventie zou toevoegen aan het budget, maar we krijgen er een veelvoud, 50 voor terug, in de zin van dat we daarmee kosten besparen, dan moeten we misschien dat budget wel verhogen. Hè? Dus zo kan je hem ook zien, in beierlei zin is de bedoeling. En de vraag aan u nogmaals is of u ook van mening bent dat dit een goed idee is om het college te vragen een effectrapportage te maken. Dan wat betreft het LAAR, dat is ook al aan de orde geweest, voorzitter. De visienota, gek genoeg, dat is nog een kleine toevoeging van onze kant wellicht, hebben we gezien dat er in de kaderbrief een bedrag van €600.000 alvast gereserveerd is in 2019, terwijl de visienota nog moet worden opgesteld. Dat is een beetje raar misschien, maar daar gaat niet onze vraag over. Onze vraag gaat over of de Raad het met de fractie van de VVV eens is dat het een goed idee is om een integraal bomenkapplan te maken. En dat bomenkapplan zou meerjarig moeten aangeven voor alle bossen die in Omme in eigendom zijn, met welke financiële middelen door goed en adequaat te kappen er gelden beschikbaar zouden kunnen komen om daarmee deels de financiering van het LAAR voor zijn rekening te nemen. Dan het samen doen. Eigenlijk heeft het CDA een beetje verwoord waar wij mee zaten. Alleen het CDA heeft de vraag gesteld aan het college, maar wij zouden eigenlijk als fractie de vraag aan onze raad willen voorleggen. Niet van, goh, hoe kijkt u daarna en wat mogen we van u verwachten? Maar laten we nou eens zelf bepalen en richting geven wat wij eigenlijk van elkaar verwachten in de richting van het college. Ja, dus vinden wij dat er mogelijkheden moeten zijn om te voorkomen dat in de toekomst samenwerkingspartners zomaar niet kunnen of niet willen leveren. Ja, want dan moeten we nieuwe mensen aanstellen, die moeten ingewerkt, die moeten opgeleid, dat kost alleen maar geld. Wat we nu gaan doen is, waarschijnlijk om continuïteit te bieden, is bij andere organisaties, en dat kost ons €150.000 notabene, waar we als gemeente, als we niks doen, voor opdraaien, om daar extra mensen voor aan het werk te stellen. Dus eigenlijk moet daar een integraal plan komen, toekomstvast, een duurzaam plan, hoe we met ons wijkteam in de toekomst om willen gaan. En welke elementen zouden wij nou willen als raad dat in dat plan moeten worden opgenomen? Dan over het fietsen. Doe maar niet dunne wind, maar de Vegbrug. Ook in lijn met wat al eerder gezegd is. Er zijn een aantal projecten gaande. We kennen de verkeersvisie, daar is een bedrag begroot. We kennen de aanpak van de Juliana Schuringstraat, waarin recent inhoudelijk ook is meegedeeld dat daar het fietspad in dat project wordt aangepakt. En dan hebben we ook nog het bestuursakkoord, waar ook in het kader van verbeteringen rondom de Vegbrug en met name gericht op de fietsveiligheid, acties worden verondersteld om dat aan te pakken. Dat zouden zomaar 3 projecten kunnen zijn die op de een of andere manier niet met elkaar verband zouden kunnen houden, waarmee we kapitaal vernietigen. En dat zouden we eigenlijk helemaal niet moeten willen. Dus vinden we als raad, dat is een vraag aan deze fracties, of het een goed idee is dat we een integraal fietsveiligheidsplan rondom de Hessel-Mulebrug maken, op basis waarvan er een integraal project kan worden gedefinieerd, zodat we geen kapitaalvernietiging doen, maar één keer, en geen versnippering, maar één keer de problematiek daar goed aanpakken. Hebben ze. Voorzitter, ja, we sluiten af. En die afsluiting luidt als volgt, dat naar het oordeel van de fractie van de VOV, er in tegenstelling tot andere fracties, er
te veel nieuw beleid in deze bestuursrapportage is geslopen. Daar kan je van mening over verschillen, maar wij vinden dat dat te veel het geval is. En bovendien staat er een fout in de budget of in de bestuursrapportage te weten bij de budgetoverheveling naar de BOH. En dat bij elkaar geteld leidt ertoe dat wij straks, als het voorstel, het raadsbesluit in stemming wordt gebracht, dat wij tegen het voorstel zullen zijn om de financiële consequenties van de bestuursrapportage in een begrotingswijziging op te nemen. En daarmee besluiten we onze eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Middelkamp. Ik kijk naar de portefeuillehouder, wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Het lijkt erop dat ik een beetje anoniem door het leven moet. Zullen we eens een keer proberen? Ik kan me dat bij u niet voorstellen, wethouder Schelen. Hij heeft er vandaag... Nou, ik kondig u wethouder Schelen aan, die heeft het woord. Ja. Ja. Dank u wel. Ja, voorzitter, het kaartje doet het niet. Ik hoop dat ik het wel doe. We gaan het zien. Laat ik maar gewoon de bijdrage langslopen op volgorde. Allereerst de heer De Ruiter, die had inderdaad nog een antwoord te goed op het punt van de duurzaamheid. Met name de garantie van, stel nou eens dat die duurzaamheid niet wordt gerealiseerd, zijn er dan ook sancties op? Dat is inderdaad even nagegaan. En het is inderdaad zo dat zelfs contractueel bepaald is dat er inderdaad financiële sancties aan de orde zijn. Dus dat voor op uw vraag. Dan de heer Mors. Ja, het punt van nieuw beleid, het is ook door andere fracties gemeld. Ja, het college stond wel voor het dilemma om op een aantal punten, het in ieder geval ook aan u voor te leggen, van goh, wat moeten we nu op een tweetal thema's. En één is er met name door u genoemd en dat is het onderdeel duurzaamheid. Het college heeft aangegeven, ja, het programma duurzaamheid loopt af dit jaar. En ja, dan is het wel zaak dat je... Wil je in 2019 niet helemaal verloren laten gaan, dat je in ieder geval een programma ontwikkelt. Dat wil niet zeggen dat je hem al uitvoert, want daar zitten natuurlijk de kosten in. Maar dat je in ieder geval een plan ontwerpt. En dat is in feite wat hier aan de orde is. Niets meer, niets minder. Maar het is uiteraard aan u, want u bent de budgethouder, om daar uw mening over te ventileren. De heer Mors suggereerde daarbij trouwens op het punt van de duurzaamheid om dit najaar daar extra aandacht aan te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een informerende vergadering, zodat de raad ook aan de voorkant kan worden meegenomen. Even met de portefeuillehouder overlegd en ik vind dat een uitstekende gedachte. Dus we zullen dat zeker voorbereiden en ook aan de agendacommissie dan voorleggen. Dan wat betreft de jeugdzorg, uw vraag van ja, goh, hoe zit dat nou eigenlijk met de resultaten? En zijn wij al voldoende aan de voorkant betrokken bij de beleidsvorming? Want ja, hebben wij wel een beleidskader zodat we als raad aan de voorkant van het proces staan? Nou, dat beleidskader, dat heeft u inderdaad niet alleen besproken, maar ook vastgesteld. En dat is dat beroemde stuk van december. Dat is namelijk het beleidskader kinderen en jongeren in Ommen. En daar hebben we inderdaad een stevige inzet gepleegd om meer aan preventie te doen. En dat is ook de inzet, zeg maar, ook juist in het regionaal verband. Ook in regionaal verband, en ik merk dat gewoon in de gesprekken met de collega-wethouders, is er een vast voornemen van, goh, wij moeten meer investeren in preventie, want inderdaad, de jeugdzorg wordt steeds duurder en we willen af van die langdurige, dure zorg. De heer Middelkamp zei er ook al iets over. Dan wat betreft het leerlingenvervoer. Ja, u heeft wel gelijk met het punt van, goh, uiteindelijk in 2023 is een prachtig resultaat. Maar het is niet zo dat in die jaren daarvoor niets gebeurt. Ik heb, dacht ik ook in commissieverband al verteld, dat zeg maar in 2023 het gehele park elektrisch rijdt. Maar daaraan vooraf gaat natuurlijk ook de nodige investeringen. En ik heb ook gezegd dat juist de komende jaren al, zeg maar, maximale biogas wordt ingezet. Dus in ieder geval ook een duurzame en milieuvriendelijke insteek. Dan samen doen. Daar hebben ook andere fracties over gevraagd van hoe zit dat nou precies. Mevrouw Bakelaar vroeg ook expliciet naar. Is dat een evaluatie, is dat een toekomstvisie? In feite wordt het beide. En er is ook aanleiding voor. Allereerst de evaluatie. Ja, we hebben de ketenpartners gevraagd van, goh, geef ons uw ervaringen en uw opvatting over het functioneren van het samendoenteam.
En ja, natuurlijk gaan we ook met, zeg maar, in enquêtevorm gaan we de bewoners, de inwoners van Ommen bevragen op van oké, wat zijn uw ervaringen met het samenwerkingsteam? Dat doen we in de jaarlijkse WMO-enquête en de jeugd-enquête. Daar zijn vragen ingevoerd, zeg maar, met betrekking tot het samenwerkingsteam. Nou, dat materiaal dat brengen we bij elkaar. En dat voegen we natuurlijk bij de opvattingen die we horen over de toekomst van zeg maar het samen doen. En dat heeft natuurlijk nu een speciale betekenis in verband met de ontvlechting van de BOH. En uiteraard komen wij die notitie bij u. En dan gaan we kijken hoe we de samen doen team voor de toekomst in Ommen gaan vormgeven. Dan, de heer Moerman had het over een onderwerp wat niet zo vaak in dit gremium wordt gedebiteerd. En dat was ook bij de heer Van der Moer het geval. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik kan er heel veel van zeggen. Laat ik dat niet doen. Laat ik mij beperken tot twee dingen. Allereerst richting de heer Van der Moer. Natuurlijk heeft u gelijk met dat er sprake is van aanvullende maatregelen. Wellicht helpt het wel om met elkaar vast te stellen dat juist die extra kosten zijn gemaakt om tegemoet te komen aan de bezwaren die veelvuldig zijn geuit door onder andere natuurorganisaties op het punt van flora- en faunabescherming. Dat is eigenlijk de kern ook van het gesprek geweest met de provincie. En richting de heer Moerman. Ja, volgens mij, volgens het college, misschien moeten we dat fietspad maar heel snel aanleggen. Anders wordt het alleen maar duurder. Dan de heer Remmers. Ja, u had een zeer terechte opmerking over het incidentele versus het structurele palet van de bestuursrapportage. Dat heeft inderdaad ook wel de zorg van het college. Dat betreft heeft u wel een punt. We hebben met elkaar afgesproken dat we de PNC-cyclus in zijn geheel nog eens bekijken. En ik denk dat dit een uitstekend punt is om daar nog eens wat extra aandacht aan te geven. Om inderdaad ook de door u bepleite grip te krijgen. U had het ook over duurzaamheid. Dan mevrouw Bakelaar, ja, ook u had het over pas op voor die beleidsrijke zeg maar, uitzettingen in een bestuursrapportage, daar is hij niet voor. Nou, het college is van mening dat we daar toch tot het redelijk beperkt hebben. We hopen dat de beantwoording van de vragen daar ook in geholpen heeft. Maar inderdaad, het is ook een mooie mogelijkheid om nog een paar nieuwe inhoudelijke thema's te agenderen. Ja, het is natuurlijk aan uw raad om dat te pakken. En dus ik denk dat het punt wat u zei over het gemeentelijk vastgoed, dat is een thema wat wij zeg maar ook al langer in deze gemeenteraad hebben gewisseld. Nou, we kunnen vaststellen dat in het coalitieakkoord ook een item staat over het verlagen van de OZB bij maatschappelijke organisaties. Nou, dat heeft ook daarbij betrekking. Ik denk dat het goed is om gewoon rondom de kader notitie ook dit soort onderwerpen eens wat breder te bespreken. Dan wat betreft de jeugdzorg, u vroeg twee toezeggingen, althans u vroeg eigenlijk een herhaling van de beide toezeggingen. Nou, daar kan ik u in geruststellen. Allereerst dus de toezegging dat de cijfers van de jeugdzorg zeg maar in de klankbordgroep dit najaar direct worden gewisseld. Dat gaan we zeker doen. Het is zo dat we dan de halfjaarscijfers van de regio hopen te presenteren. En het tweede dat de jeugdzorg ook betrokken is bij het hele verhaal van het samen doen. Antwoord is ja. En dat is ook wel logisch, want als één ding duidelijk is, is dat de toegang tot de jeugdzorg echt een belangrijk iets is. Juist ook om de kosten te beperken, maar ook om de jongeren de goede zorg te geven. Die toegang zit bij de gemeente. Die toegang zit bij het samen doen team. Dus logisch dat dat een onderwerp is wat we daarbij betrekken. Ja, de jeugdnota, hoe worden we daarbij betrokken? Hè? Vooral bij de uitvoering, want hij was al een beetje weggezakt bij een ieder. Ja, dat is heel spijtig. Misschien is het goed om eens even te kijken in de agendering ook van de klankbordgroep, hoe we een aantal wat grotere thema's regelmatig bij elkaar kunnen brengen. Dus dat zal ik zeker even meenemen. Nou, u had ook nog een paar thema's die zich lenen voor de Ommen-agenda. Dat ziet het college dan wel tegemoet. Op het punt van samen doen heb ik, dacht ik, al een antwoord gegeven. U had ook nog het punt van de brug en het proces daarover. Ja, het zal u bekend zijn dat de coalitie dit onderdeel iets naar voren heeft geschoven. Ik heb er even met de portefeuillehouder over gesproken op het moment dat we misschien nog scherper naar u hadden moeten luisteren. Maar de
portefeuillehouder heeft in ieder geval gezegd dat hij het een goed idee vond om dit najaar hier even preciezer over te praten. Bijvoorbeeld in een informatiebijeenkomst, zodat de Raad ook aan het begin van het proces betrokken kan worden. We zullen dat uiteraard voorbereiden en ook met de agendacommissie opnemen. Ja, en dan het punt van de ontvlechting. Ook dit punt, een terecht aandachtspunt van wees scherp op de kosten. Zeker als het gaat om doorlopende kosten 2019-2020, daar is het college uiteraard zeer op gespitst. Wij denken dat het namelijk niet alleen een belang van Omme is, maar ook een belang van Hardenberg en de bestuurders Omme Hardenberg, om op dat punt gewoon helderheid te scherpen. Daar hebben we met z'n allen belang bij. En ik merk ook dat in de gesprekken. U heeft gelijk, dat is zeker een item. De heer Middelkamp had deze keer geen enkele vraag voor mij. Dat is een unieke gegeven en dat koester ik. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Er is in ieder geval nog één vraag blijven liggen van meneer Mors. En die heeft betrekking op het betrekken van de raad bij de voorbereiding van besluitvorming met het algemeen bestuur. Algemeen bestuur, gemeenschappelijke regelingen. En daar doe ik u de suggestie om al op het moment dat de rekenkamer komt met haar rapportage over de gemeenschappelijke regeling, om dit element in het gesprek dat u erover gaat voeren mee te nemen. Ja? En volgens mij heb ik dan nog twee toezeggingen van de wethouder gehoord. Die gingen over het samen doen team en de evaluatie daarvan en het naar voren trekken door de andere wethouder van plan van aanpak Hessel-Middelburg al naar het najaar. En dan geef ik graag uw raad de ruimte voor de tweede termijn. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw Legas, meneer Mors, meneer Moerman. Mevrouw Bakelaar. Oké. Mevrouw Legas, mag ik u als eerste woord geven? Dat mag, voorzitter. Even in reactie op de vragen die vanuit de VOV gesteld zijn. We vinden dat een heel goed systeem om met elkaar in discussie te gaan. Alleen we vinden de BEAR op dit moment eigenlijk daar niet zo'n handig instrument voor. U refereert vooral, heb ik de indruk, aan het nieuwe beleid wat u uit de bestuursrapportage haalt. Nou, wij vonden dat niet zo spannend. Het zijn vooral zaken die in bijstelling vragen of in tijd handig zijn om vast naar voren te halen. En het is aan ons om, net wat u zelf al in de stemverklaring indirect aangaf, om dan voor of tegen te stemmen. Maar het zou wel heel erg mooi zijn om, even doorreagerend op uw voorstel, om, en dat is ook misschien iets voor de agendacommissie, om in dit kader een agendapunt te hebben in discussie met de raad in plaats van een discussie met het college. Dat hebben we altijd op de raadsagenda als onderwerp staan. Maar dan kun je het ook wat beter voorbereiden. Want u heeft wel heel wat duidelijke beleidsmatige vragen net gesteld. En het is ook wel plezierig. Ja, ik had wel even zo met Richard afstemmen. Maar het is natuurlijk veel plezieriger dat je een aantal zaken ook gewoon dan even onderling kunt afstemmen. Dat het in een wat informelere setting kan. Want anders ga je misschien het doel missen. Want ik vind het wel een mooi systeem om met elkaar over dat soort dingen te praten die toch langskomen. Maar we vonden op dit moment met de... Wel, de BEAR-app aan orde is wat minder geschikt. Daarom was onze bijdrage ook trouwens in deze raadsbijeenkomst minimaal. Omdat de discussie wat ons betreft juist op inhoud. Er werden ook weer best veel vragen gesteld die prima in de commissie thuis horen. Dat die eigenlijk daar thuis horen. En je geeft een akkoord op het bestuursrapportage in het kader van de cijfers. En of het klopt wat er gedaan is. Tot zover onze bijdrage in tweede termijn. Dank u wel, mevrouw Legas. Dan geef ik graag het woord aan meneer Mors. Ja, dank u, voorzitter. De portefeuillehouder heeft inhoudelijk wel antwoord gegeven op onder andere de vraag over jeugd. Maar het ging ons eigenlijk ook veel meer om het proces hoe te komen daartoe. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. Maar gelet op uw eigen opmerking over de nieuwe wijze van vergaderen in de raad, denk ik dat dat in de toekomst wel goed komt. Maar wij zullen daarop waken. En het tweede punt... ik wil toch niet achterblijven. Dat is fietspad Dunnewind.
Wat we hebben vernomen van de portefeuillehouder is dat dit nu echt een optelsom is van verschillende maatregelen die komen vanuit de provincie, vanuit van allerlei soorten organisaties. Maar mijn vraag is toch, voordat daadwerkelijk de schop in de grond gaat, kijk er nog eens even met een stofkam doorheen. We zijn door een van de belanghebbende omwonenden bijvoorbeeld opgewezen dat de aansluiting van een fietspad, een nieuwe aansluiting van het fietspad op een bestaande weg, als die 3 meter wordt verplaatst, scheelt dat weer een heel iets wildrooster. Dus alles wat je niet hoeft in te kopen is hartstikke goedkoop. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Mos. Kom bij meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Nee, we gaan het niet meer hebben over de fietspad Dunnewind. Maar de kosten kunnen wel op laag, hè? Misschien van 250 naar 248 euro per meter. Maar dank wethouder voor de beantwoording inderdaad. Even terugkomen op de vraag van de heer Middelkamp inderdaad. Ik denk dat het inderdaad heel goed is. Volgende week wil ik daar graag inderdaad uitgebreid met de raad in discussie gaan en in debat gaan. Maar toch even ingaan uw vragen. Wat betreft die maatschappelijke effectreportage, ja, daar kan ik absoluut mee instemmen. Uw vraag over een bomberkapplan, dat vind ik een lastige. Want we hebben hier ergens onderin in Barola liggen, ergens bij iemand op dit gemeentehuis, een bomenbeleidsplan. Dat is er ooit ingelicht, dat is er nooit bij uitgekomen. En ik ben heel bang dat het misschien met een bomenkapplan dezelfde kant op zou gaan. Een bomenkapplan vind ik ook, daar word ik altijd een beetje huiverig van wat gaan we kappen en wanneer en wat. Dus dat is een gevaarlijke. Voorzitter, mag ik een kleine interruptie plegen? Want ja. Dat beleidsplan dat gaat meer over het behoud van, even heel kort door de bocht, hè, over het behoud van monumentale bomen, et cetera. En het bomenkapplan, dat gaat meer over het onderhouden en het te gelden maken van het hout wat je uit de bossen kan halen. En dat heeft, als dat flink soda aan de dijk zet, een afgeleid voordeel. Namelijk dat we die gelden zouden kunnen gebruiken voor de onderhoudsbestedingen aan het laar. Hè? Dat was eigenlijk het idee. En als je dat een goed idee vindt, willen we dan, en dat kan als we schorsen en we maken daar een motie van met elkaar, kan dat een opdracht aan het college zijn om zo'n bomenkapplan vorm te gaan geven. Hè, dat is een beetje het idee. Dank u wel. Meneer Moerman, ik geef u het woord. Ja, voorzitter, nou, daar heeft u op zich een punt. Maar goed, het gaat mij dus om, inderdaad, ik weet wat het bomenkapplan inderdaad is. Dan ga je het ook op welke soorten hout en welke zijn goed voor pellets en waar gaan we dat voor gebruiken. Nou goed, daar gaan we het dus niet over hebben. Waar gaan we het voor gebruiken? Welke duurzame grond, wat gaan we daarmee doen? Nou goed, maar dan ga ik inderdaad mee met de VVD. Dan hebben we het hier inderdaad over de eerste bestuursrapportage. En ook hoewel er inderdaad delen van nieuw beleid in zitten, gaat het vooral om bestaand beleid. En het goedkeuren van de cijfers inderdaad. Dus dat lijkt mij een discussie daarover, lijkt mij op een ander moment meer geschikte. Daar wou ik het dan even bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Moerman. Geef ik graag het woord aan mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Even in reactie inderdaad op de heer Middelkamp, want de rest heeft het college mooie toezeggingen wederom gedaan. Ik denk dat het heel goed, mevrouw Legas zei het al, heel goed is om te kijken van waar wil je het met elkaar over hebben en op welke momenten. Dus om alles in één keer op het moment van een kadernota te doen, dat vind ik ook jammer. Ik zou dat inderdaad veel meer dan willen invoegen in het reglement van orde. Dus dat je dan op dat soort momenten ook op andere momenten wellicht kan niet alleen intrumperen, maar ook veel meer die discussie met elkaar kan hebben en ook vragen kan stellen. Want ik heb ook heel veel vragen over bijvoorbeeld het bomenkapplan. Van, ja, hoe ziet u dat dan voor zich? Hè? Is dat dan een toevoeging aan het bomenbeleidsplan? Nou, hebben we niet al stiekem zoiets in een soort van hoofdstuk X binnen het bomenbeleidsplan? Nou ja, en dat gaat dan best wel ver. Dus dan heb je weer een informatiesessie nodig of zo. Nou, daar zou ik wel eens met elkaar over willen bomen van hoe doen we dat? Efficiënt. Want ik vind het echt interessante punten om het daar wel met elkaar over te hebben. Want dat hebben we normaal niet en ik denk dat dat juist heel goed is. Als je kijkt naar maatschappelijke effecten, ik noem het dan maar echt die merren dan, hè, die maatschappelijke effectrapportages. Ja, die zijn enorm relevant. Maar die zijn vooral relevant als je het hebt over welke prestatieindicatoren willen wij dan met elkaar als gemeente eigenlijk voor de inwoners. Wat vinden wij nou belangrijk? En sterker nog, wat vinden de inwoners ook belangrijk? En kijken vanuit onze rol van en wat is dan zeg maar de set van 10?
En hoe gaan we daar dan inderdaad op meten de komende jaren? Dus die vind ik wel mooi om te kijken, kunnen we die dan pakken ook bij... als we het gaan hebben over de begroting, een nieuwe vorm van sturen. Want dat vind ik heel erg mooi. En goed. Voorzitter, een korte interruptie of reactie als u dat mij toestaat. Dat is precies de bedoeling wat we beoogden met onze inbreng, zoals u heeft gemerkt. En ik kan er begrip voor hebben dat je wat meer tijd nodig hebt om dit soort dingen bij het... bij de staat of bij de boom, maar in ieder geval bij de kop te nemen. Maar wat we naar ons idee wat minder zouden moeten doen, is aan het college de vraag stellen wanneer we een plan of een rapportage zou kunnen krijgen. En dan horen we nog wel eens dat we op onze wenken bediend worden in het najaar op dat en dat moment. Alleen, het is ons lief als wij voordat dat plan überhaupt wordt opgesteld, met elkaar bediscussieerd hebben waar we van vinden dat dat plan aan zou moeten voldoen. Heb je een nulmeting nodig? Welke effecten? En hoe kunnen we sturen daar waar wij als budgethouder daar eigenlijk op zouden moeten sturen? En dat we dat dan in de nabije toekomst met elkaar gaan doen, dat is voor hier en nu niet zo'n heel erg groot probleem, denk ik. Dank u wel. Meneer Wildkamp, dank u wel. Mevrouw Bakelaar. Ja, ik denk, dat kan ik alleen maar onderstrepen, want daar zijn we zelf bij, van hoe ziet onze agenda eruit, hè? En hoe willen we dan ook met elkaar discussiëren over onderwerpen. Dus ja, helemaal goed. Ik zou zeggen, laten we zorgen dat we het ook gaan doen. Ja, want dat is het allerbelangrijkste, maar misschien kunnen we er al heel op korte termijn met elkaar als raad ook echt besluiten innemen om het ook op die manier dan eens te gaan doen. Ik zie opeens meneer Van der Moorden met de handen bij de knoppen. Daar word ik heel nerveus van. Ik wacht gewoon mijn beurt af. Oké, nee, dan is het goed. Ik dacht, er komt een interruptie of zo. Nee. Oké. Even kijken hoor. De heer Middelkamp die had ook nog een heel relaas over de brug, hè? Ja, daar heb ik bij gezet spijkers op laag water. Ik weet niet meer waarom, maar... Ik denk dat ik bedoeld heb van ja, volgens mij moeten we gewoon de verkeersvisie vasthouden en daar dan nog een keer inhoudelijk goed met elkaar over hebben. Maar dan vind ik het een mooie toezegging als ik weer hoor van nou, het najaar gaan we er wel met elkaar goed naar kijken. Van wat vraagt het dan? En volgens mij, oh ja, nou weet ik hem alweer. Het zijn helemaal geen losvaste projecten die dwars langs elkaar over elkaar heen lopen. Het is juist de bedoeling om het integraal te doen. En dat dit nu toevallig in de bestuursrapportage staat, naar SWA, dat komt omdat dat er al in stond, zeg ik dan. Dus het is juist niet de bedoeling om het kriskras langs elkaar heen te gaan doen, waardoor je enorm ineffectief bent en ook nog eens iedereen in de war laat raken. Voorzitter, een kleine reactie. Door de boom het bos. Ja, heel kort. Maar ik zou het wel fijn vinden als mevrouw Bakelaar haar termijn kan afmaken. Dan kunnen we tot een afronding van deze termijn komen. Ik geef u even kort het woord. Ja, dank u wel. Doe ik het heel kort. Volgens mij zijn we het helemaal eens. Alleen wat we hebben gezien in de bestuursrapportage zijn een tweetal projecten die parallel gaande zijn. En als je inhoudelijk kijkt naar het project Julianastraat, dan zie je daar min of meer dezelfde soort dingen staan verwoord, waar ook budget voor is, als wat we in de verkeersvisie hebben vastgesteld en waar we in de bestuursrapportage ook budget, hè, zo uit mijn hoofd, €50.000 voorzien. En dat lijkt een beetje dubbel op, dat lijkt versnippering en dat zouden we niet moeten willen. En als we dat kunnen voorkomen, dan zijn wij ook helemaal blij. Ja. Dus daar gaat het om. Dank u wel. Nou, helemaal eens. Ik denk als we op die hoofdlijnen ook blijven kijken met elkaar en misschien niet te veel over de wildroosters hebben, want volgens mij gaan wij er als raad niet over waar een wildrooster wel of niet wordt neergelegd. Daar wilde ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn. Meneer Van der Moor, u wilt toch het woord? Ik wilde inderdaad het woord. Ik kan mij alweer niet aan de indruk onttrekken dat zowel de vragen van de VOV als de diverse reacties volgens mij een link zijn naar de dagen die wij in september met elkaar gaan hebben. En het lijkt mij verstandig om wat we hier nou net bespraken en ter voorkoming, zoals bij de brug, dat we links en rechts een projectje hebben die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, in feite alles met elkaar te maken hebben, dat wij zoiets zelf ook weer gaan doen met onze dagen in september. Dank u wel, meneer Van der Moren. Ik ga toch even reageren op uw inbreng. Daar is namelijk het antwoord op, dat zullen wij zeker doen. Zo zijn we ook bezig met de voorbereiden. We hebben het Studio Vers Bestuur daar inmiddels ook al over gesproken. En daar zullen we ook stilstaan bij de rol en de taak van de gemeenteraad.
En in dat verband geef ik ook in overweging om na te denken over de vraag of er een rol voor de raad is als het gaat over een bomenkapplan. En dat geef ik u als gedachte maar vast mee. En de vraag stellen ze wat mij betreft ook een antwoord, maar dat is er nu natuurlijk. Ik kom tot de stemming. Ik heb begrepen dat één fractie heeft aangegeven tegen te zullen stemmen, dat is de fractie van de VOV. Wens overigens de raad stemming. Als dat niet het geval is, dan stel ik vast dat de bestuursrapportage is aangenomen en dat de fractie van de VOV wordt geacht te hebben tegengestemd. Ja, dank u wel. Dan kom ik bij agendapunt 9a, het ingelaste agendapunt over de motie Eiken processierups. Daar zijn vragen over gesteld, er zijn door het college antwoorden opgegeven. Ik kijk even naar de heer De Jonge. Wenst u nog een verdere behandeling van de motie, te meer omdat de wethouder heeft aangegeven, daar waar u oproept om spoedig actie te ondernemen, dat de wethouder u heeft uitgelegd dat er reeds actie ondernomen is. Dan kom ik bij u, meneer De Jonge. Dan wil ik u vragen, voorzitter, om ons even 10 minuten een schorsing te geven, dat we even in de gelegenheid staan om dat met elkaar af te stemmen. Dan schors ik de vergadering tot 9:05. Dames en heren, het is nog geen 9:05, maar ik zou u toch willen verzoeken uw plaatsen weer in te nemen. Want de fractie die gevraagd heeft om schorsing is weer teruggekeerd. En als u allen uw plaatsen weer inneemt, dan geef ik het woord aan meneer De Jonge. Want meneer De Jonge heeft gevraagd om schorsing. Dames en heren, mag ik uw aandacht? Mag ik uw aandacht, dames en heren? Meneer De Jonge heeft het woord. Hij doet het. Ja. Meneer De Jonge heeft het woord. Dat is de techniek toch mooi. Ja, voorzitter, we hebben even overlegd met de partijen die de motie mede indienen, dan wel hem mede ondertekenen. En ook gehoord de beantwoording van de wethouder, willen we de motie toch indienen om ook een klein duwtje in de rug te geven. En waarom, voorzitter? De beantwoording van binnen weken zal het opgelost worden, vinden wij niet erg smat. Het tweede is, voorzitter, dat wij denken dat als je dit snel aanpakt, dat het ook een werking heeft voor 2019. Met alle rupsen die je nu weghaalt, zul je in 2019, zullen er geen vlindertjes meer van zijn en zullen er geen eitjes meer van zijn. Dus heb je in 2019 ook minder rupsen. Voorzitter, het risico is behoorlijk groot, want we hebben contact gehad met de RIVM. En die zeggen niet alleen die rupsen zijn een risico, maar ook de haartjes. Want als je met de auto er langs rijdt, waai je de haartjes op. Als het gaat waaien, waai je de haartjes op. En dat geeft een risico voor de huid. Voorzitter, het tweede is, want wij hebben wel geconstateerd, dat heb ik ook in de vragen gesteld, dat er met name op plekken waar veel mensen komen, en dat is de Stationsweg, en dat is hier rond de carousel, en noem maar op, maar ook in de kleine kernen, daar hangen wel heel veel van die grote trossen met die beesten. En we hebben zelfs al klachten gehoord van mensen die daar nadelige gevolgen op de huid van hebben gehad, van jeuk. Dus de aanpak is wel nodig. Voorzitter, het volgende, want als je zeg maar de communicatie leest die hier van het huis verzonden is. Moet ik even lachen, meneer Feijer? Dat doe ik graag hoor, voor de foto. Want jongen, gaat u door. Ja, nou, ik kom graag op de foto, voorzitter. Dat weet maar, ik, daarom geef ik u graag het beeld, dan kunt u uw verhaal goed maken. Zo, dank u wel. Maar voorzitter, als je nou ook kijkt naar de communicatie die vanuit het huis verstuurd is, daar, daar lijkt het er wel heel erg op van, we kunnen er niks aan doen. We hebben er geen ruimte voor, we hebben er geen tijd voor. Vervolgens, voorzitter, hebben een aantal inwoners ons benaderd, zowel direct, maar je ziet ook een aantal reacties op Facebook staan, waar we wel heel erg van geschrokken zijn. Hè? Want die bellen dan met de BOH en er wordt ook gezegd van ja, we hebben de boel niet onder controle, we kunnen de boel niet onder controle krijgen, we hebben er geen tijd voor, we kunnen het niet aan. Of zelfs, voorzitter, doe het zelf maar. Nou, dat is volgens mij het hele verkeerde antwoord. We moeten er wat mee doen. Dus ik zou, wij zien de motie een beetje als duwtje in de rug, voorzitter. En
even los van de motie, moet mij nog wat kwijt. Want wij hoorden wat ruis op de lijn. Want ooit hebben we gezegd van we moeten niet met coalitie en oppositie met elkaar werken. Ik moet mij even van het hart voorzitten dat wij een berichtje gestuurd hebben dat wij vragen gesteld hebben naar de media. Of wilde stellen hier vanavond in de raad. Die heeft TVO's overgenomen. En voorzitter, het resultaat daarvan was dat de VVD-fractie mij gelijk belde van zullen we een motie doen, zullen we wat indienen. De D66 daar gelijk bij aansluiten, de Partij van de Arbeid. En daarom heb ik ook alle partijen in de gelegenheid gesteld om mee te doen. Dus het is pertinent geen motie bedoeld van als oppositie of coalitie, maar bedoeld om ervoor te zorgen dat we in Ommen risico's uitsluiten. Voorzitter, dan ga ik over naar de motie. Ik heb hem getekend voor me liggen. Die zal ik zo via de Griffie aan u overhandigen. En ik zal me beperken tot het dictum. Spoedig actie te ondernemen, zodat de eikenprocessierus zoveel mogelijk verdwijnt. Hierbij gebruik te maken van een milieu dan wel natuurvriendelijke bestrijdingsmiddelen. En wij hebben daar in het hoofd een product als entomen, wat de wethouder ook al heeft benoemd. Voorzitter, en dan wil ik tenslotte nog een kanttekening maken. Want de wethouder zei van er zou geen capaciteit zijn bij bedrijven of bureautjes die je in moet huren voor dit soort zaken. We hebben vanmiddag eens een rondje gebeld en met een aantal bedrijven die erin gespecialiseerd zijn. En die geven aan, als je ze nu belt, dat ze binnen 48 uur in staat zijn om het zowel met die entomen of met een stofzuiger weg te zuigen. Dank u wel, meneer De Jonge. Ik geef het woord aan de wethouder. Wethouder Bongers, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat het een situatie is die niet prettig is en dat er ook inderdaad mensen last van hebben. Wij zullen de laatste zijn die dat ontkennen. We onderkennen het juist. Dus er moet gewoon krachtig opgetreden worden. Ik heb u ook uitgelegd op welke manier de gemeente dat doet. Preventief, curatief. Ook aangegeven dat wij capaciteit inhuren. En dat inderdaad het geld daartoe niet leidend is, maar de maximale capaciteit. En als u suggesties heeft welk bureau of instanties nog extra capaciteit beschikbaar heeft, dan horen we die adressen graag en dan zal ik die doorgeven aan de ambtelijke organisatie. Maar uit mijn betoog heeft u kunnen opmaken dat de gemeente al heel actief, heel betrokken en op allerlei manieren daarmee bezig is. Dus die extra aanjaging vanuit deze motie, die zie ik niet. Ik zie er wat dat betreft geen enkele toegevoegde waarde. Dat daarmee in één keer het probleem opgelost is? Nee, natuurlijk niet. Ik heb ook gezegd, het is een dynamisch geheel. Niemand heeft het volledig in de hand waar het optreedt en in welke intensiteit. Niemand heeft invloed op het weer. Maar het maximale wat we kunnen doen, doen we. En we zullen nog navraag doen welke bureaus eventueel nog extra capaciteit beschikbaar hebben. Maar in die zin is de motie van geen enkele toegevoegde waarde volledig overbodig. En we nemen wat mij betreft ook niet over. Ik zag nog een interruptie bij mevrouw Lagas. Mevrouw Lagas. Voorzitter, ik wil de portefeuillehouder graag toch even helpen met het al of niet overbodig zijn van de motie. Want u heeft er wel degelijk belang bij. We zijn een recreatiegemeente en ik kan me uw motie van februari nog goed herinneren toen u nog raadslid was van de LPO, waarin u hartstikke nadrukkelijk aangaf, we zijn een recreatiegemeente en we moeten ons ook gastvrij tonen naar onze gasten. Dus de wegen moeten goed onderhouden zijn. In dat kader zou deze... Als de wethouder spreekt naast het college, ja. En hij spreekt niet als oud-raadslid. Dat is waar. Ja, dat wil ik u aan herinneren. Dat herinnert u mij prima aan. Ik zal de wethouder eraan helpen herinneren dat er een motie is ingediend toen met die strekking. En volgens mij is dat een strekking die wij allemaal onderschrijven. Maar wat mij in dit geval om gaat, is heel praktisch, en dat zou het college zeker kunnen helpen, is dat er nu een beeld ontstaan is naar buiten. Ommen kan het niet aan, we doen er niks meer aan. Terwijl als u de motie zou overnemen zelfs, u mede het beeld naar buiten kunt brengen van het gaat ons ook om dat belang. Wij hebben ook dat belang van die recreant in voor ogen. Want als ik nu als recreant in de krant lees, Ommen kan het niet aan, en in dezelfde krant staat Dals heeft het onder controle, dan weet ik al waar ik dit weekend ga fietsen. Dank u wel, mevrouw Lagas. Mevrouw Bakelaar. Interrupties zijn overigens, dames en heren, bedoeld om vragen te stellen. Ja. Geen stellingen te betrekken. Heel goed. Mevrouw Bakelaar. Nou,
Dan heb ik denk ik een vraag aan mevrouw Lagasse en een vraag aan de wethouder. En bent u het met mij eens, mevrouw Lagasse, dat dit slechts een papiertje is, maar dat u doelt op dat een papiertje in de krant heel wenselijk zou zijn voor een bericht naar de inwoners toe, dat dit papiertje ook vervangen kan worden door een goed persbericht in de krant, naar aanleiding van deze prachtige discussie en ook de reactie van de wethouder? En voor de wethouder heb ik dan eigenlijk dezelfde vraag. Zou het duwtje in de rug beter omgezet kunnen worden in een krachtig persbericht over hoe Ommen omgaat met de processie? Eikenrups. En de rups die heeft dat duwtje niet nodig, want die loopt echt wel zelf. Ik begin met een korte reactie met mevrouw Lagasse. Dat kan een heel kort antwoord zijn, mevrouw Lagasse. Dat is een gesloten vraag. Dat kan, maar in de politiek is het mooi dat je een gesloten vraag ook weer een keer kan herhalen en hem dan open kunt maken. Bedoelt u mevrouw Bakelaar? Ik zal het niet doen, dat is flauw. Maar dat bedoel ik wel, maar wij hadden dat ook al gehoopt dat dat in eerste termijn bij de vragenronde ook naar voren zou komen. Dat is niet gebeurd. En het overnemen van de motie en er niet over stemmen geeft impliciet aan van kom daar dan mee naar buiten. Kom dan met dit verhaal naar buiten, zodat u positief insteekt op datgene wat goed is voor de toeristen. En de inwoners natuurlijk ook. Maar die zitten hier al, die gaan hier niet verhuizen vanwege de processierups. Hoe is het? Dank u wel. Nee, ik ga eerst de wethouder gelegenheid geven om antwoord te geven op de vraag die u gesteld heeft. Als u dat op prijs stelt, tenminste. Ja? Meneer Bommers, wethouder Bommers. Dank u wel. Namens het college. Ik denk dat we in ieder geval het positieve die we hieruit kunnen halen zijn twee punten. Kijken nog naar extra capaciteit. En de communicatie. Ik realiseer me dat dat een punt is waar we wellicht een persbericht of op welke manier dan ook. We hebben een vaste rubriek in de krant, althans in een bepaalde kranten, die we daarvoor zouden kunnen gebruiken. Zodat er in ieder geval eenduidig gecommuniceerd wordt. En ook, nou, ik heb aangegeven hoe intensief de gemeente daarmee bezig is. Dat we dat wellicht in een iets beperkte vorm gebruiken om daar publicatie aan te wijden. En dat vind ik op zich een goede suggestie. En die neem ik graag over. Maar daar hebben we geen motie voor nodig. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar nog kort. Want u wilde nog een vraag. Nee, u toch niet? Nee, dank u wel. Uw vraag is beantwoord. Ja. Meneer Mors. Ja, dank u voorzitter. Ik spring gelijk in op de laatste opmerking van de portefeuillehouder, waarbij hij doelt op nieuws van Ommen. Maar zoals mevrouw Lagasse ook al zei, het gaat ook om de toeristen. En dan zou de Stentor, waar dat andere negatieve artikel over Ommen in heeft gestaan, wel meer worden gelezen dan het nieuws uit Ommen. Dus als we echt weer positief in het nieuws willen komen, moeten we het niet beperken tot alleen het nieuws in Ommen. Waar nog geen antwoord op is gegeven, ook niet in de eerste termijn of tweede termijn, in het begin van de vergadering, is wanneer gaat het nou concreet gebeuren dat het daadwerkelijk ook, dat we vrij zijn van die eigen processierups? Een aantal weken is niet smart genoeg volgens mij. Meneer Mors. Een vraag dus, wanneer is die datum? Nee, we gaan niet terug naar het begin van deze vergadering. De wethouder heeft aan het begin van deze vergadering de vragen beantwoord. Dat waren de antwoorden. Nu ligt voor de motie van de VOV-fractie, de motie van de VOV, de VVD, D66 en de Partij van de Arbeid, waar de wethouder op gereageerd heeft. Hij heeft daar nog een aantal aanvullende vragen op beantwoord. En hij heeft twee dingen gedaan. Hij heeft tegen u gezegd dat het college deze motie niet ziet als een steun in de rug. Eén. En twee, hij heeft aangegeven dat hij een persbericht zal maken waarin heel expliciet de inzet van de gemeente Ommen wordt zichtbaar gemaakt. Overigens niet alleen in Ommen, maar ook breder te verspreiden, zodat duidelijk is hoe actief wij daarin zijn. Dat is de toezegging van de wethouder. En dan is mijn vraag nu aan u, want de motie is denk ik op zich voldoende besproken, tenzij meneer Moerman nog een heel nieuw element heeft. Ja, voorzitter, want dat heb ik inderdaad, want u had het over één toezegging. Ik heb twee toezeggingen gehoord van de wethouder. Eén betrof het persbericht en de tweede betrof het eventueel extra inschakelen van een extern bureautje of wat dan ook, voor het doen, toekomen van meer mankracht. Die toezegging heb ik gehoord. Ik vraag aan de portefeuillehouder, is dat correct of is dat niet correct? Dat heeft de wethouder inderdaad gezegd. Die heeft inderdaad gezegd, als u voor mij adressen heeft van
van bestrijders, geef me die dan alsjeblieft door, want ik zal die doorgeven aan de ambtelijke organisatie. Dus heel terecht dat u me daar corrigeert. Ik kom dan nu bij de motie. Wenst iemand stemming over de motie? Ja, meneer de Jong, u wenst stemming over de motie. Dan gaan we de motie in stemming brengen. Stemverklaring, voorzitter. Mag dat ook? Ja, stemverklaring mag natuurlijk. Dan beginnen we met de stemverklaringen. Dat heb ik uit de vorige vergadering geleerd. Meneer Remmers, u mag de eerste stemverklaring afleggen. Dank u wel, voorzitter. Als LPO zullen wij tegen de motie stemmen. En dat zit eigenlijk in twee punten. Ten eerste dat er bij de overwegingen staat van tot op heden onvoldoende maatregelen. Dat vinden wij niet echt onderbouwd. Dat is een aanname. En ik denk dat de wethouder voldoende heeft aangegeven dat er al heel veel gebeurt. Maar het tweede, misschien nog wel belangrijker is, van verzoekt het college om spoedige actie te ondernemen. Ja, voor mij is dat even vaag als binnen enkele weken. Dus wat dat betreft snap ik dat het verder weinig toegevoegde waarde heeft en dat we dus ook deze motie niet hoeven te steunen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Mevrouw Bakelaar, u wens ook een stemverklaring af te leggen. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit heerlijk aan bij de heer Remmers met daarbij nog de extra aanvulling dat er niet alleen spoedig actie wordt ondernomen, maar dat die actie al onderhevig is. Dus dat dit voor ons, laat ik het zo zeggen, de publieke tribune is nog groter dan normaal met deze motie. Dus wij zullen tegenstemmen. Dank u. Dank u wel. Geen stemverklaringen meer. Wie is voor deze motie? De fractie van de VOV, de fractie van D66, de fractie van de VVD, de fractie van de Partij van de Arbeid. Wie is tegen deze motie? De fractie van het CDA, de fractie van de LPO en de fractie van de ChristenUnie. Dan is deze motie met 6 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen. Dank u wel. En dan kom ik nu bij de sluiting van de vergadering. Ik dank u allen voor uw inbreng in deze vergadering. Veilig thuis weer. En alvorens u naar huis gaat, staat er beneden nog fris voor u klaar. Zodat u daarna veilig uw weg kunt vervolgen. Wel thuis.